ondergedoken is. Ze zit ergens hoog in een ziekenhuis in een soort kamer opgesloten. Het jongetje en Peter. Hardop telde Peter de streken op de muur. Bij elk tiental ging zijn stemmetje iets omhoog, zoals kinderen dat doen als ze tot 100 tellen bij het verstoppertje spelen. 267. Hoeveel dagen zit er ook alweer in een jaar, man? Ze wist niet hoeveel dagen er overstreken waren voor ze begonnen waren met het zetten van de streepjes. Het zouden er zomaar 100 kunnen zijn. Een jaar in deze cel. Langer dan Daniel in de gevangenschap naar boven gebracht. Aan de schaarse uren waarop een licht door de tralieraampje kwam, kon ze zien dat het winter moest zijn. Vaak herinnerde ze zich hoe het in een van de eerste maanden dat ze hier waren, hoe in een van de eerste maanden dat ze hier waren, een verpleegster aan Peter een stukje kerstkrans had gegeven.